Iedereen die ik hier spreek, die zeggen de Belgen, dat zijn de grote favorieten voor ons voor de overwinning. Hebben ze gelijk? Als ik naar de voorbije wedstrijden kijk, denk ik wel. We hebben overal al op het podium gestaan en eigenlijk zelf bijna overal al gewonnen waar we de laatste keren gereden hebben. Dus we zijn het ondertussen al gewoon om overal als favorieten aanschouwd te worden. Je wint Amsterdam, je wint Londen. Geeft dat extra druk ook voor deze editie? Ja, toch wel, maar daar leren we ook wel mee omgaan. In het begin is het altijd wel een beetje stress en aanpassen, maar ja, we weten nu dat andere koppels ook wel naar ons kijken en dat we een beetje onze tactiek daaraan wel kunnen aanpassen. De meesterdaagse heb jij al gewonnen, Kenny, behalve Kopenhagen en Rotterdam. Dat moet een extra motivatie brengen, denk ik. Jazeker. Kijk, telkens aan de buitenkant van de ring hangen alle namen die hier al gewonnen hebben en... Het wordt echt al hoog tijd dat mijn naam er ook tussen hangt, vind ik zelf. Dus we gaan er alles aan doen. We hebben nu nog 5 dagen. De bedoeling is om het mooi op te bouwen, onze wedstrijd hier. En ja, we zien wel waar we eindigen.